Hallo kijkers van Diepte. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer met Prison Architect. Voor de aflevering heb ik de cellenblok volgens mij helemaal gemaakt. Het is best wel mooi geworden, vind ik eigenlijk. Met de gasten dus en zo. Dus ja, ik vind het eigenlijk best wel goed. Alleen zie ik nu dat ik aan de bovenkant nog geen vensters heb gemaakt hier. Dat ga ik even doen. Want dat is natuurlijk wel niet zo fijn om te hebben. En misschien dat ik deze aflevering wel een uitbreiding van mijn gevangenis of cellenblok hier wil maken. Moment. Zo. Goedemorgen. Ja. Yeah. Nou. Waar was ik? Ik wil in ieder geval misschien deze cellenblok uitbreiden. Misschien richting deze kant op of ja, zeg het maar. Nou, onder kan ook nog wel een beetje, niet veel, maar wel iets. En ik probeer dat ik moet. Die ze. Ja. Jeetje, bieden. Maar we kunnen hem ook wel deze kant uitbreiden, denk ik toch. Ja. Sowieso deze wel. Hoe is dit? 5 bij 7. Oh mijn god. Oké. Godsamme. Ik weet niet wat ik heb, maar ik zie ook niet dat iemand in deze cellen gaat, dus ik laat ze er gewoon in. En dan zie ik vanzelf wel. Zien. Ja, dan kan ik ook nog wel hier een gang naartoe maken. Naar de kantine. Dat is wel handig op zich. Even zien. Loopt het dan een beetje gelijk? Ik hoop het. Dan doen we gewoon zo. Kan het deze gewoon weg. Zoiets. Oh god nee, again. Even van mijn wakers zijn dood, dus dat is wel een beetje positief. We zien. Ik ga dan gewoon hier ook nog wat cellenblokken erbij bouwen. Waarom niet? We hebben toch de ruimte. Oh, dat past net. Hier weer drie tussen. En dan gaan we zaken een probleem krijgen met de powergenerator. Oh, dat komt ook nog wel net goed uit. Als ik dit gewoon zo laat, dat ze hier dan kunnen lopen. Dit wordt dan gewoon een gang. En dat ze hier dan kunnen lopen. Dat is op zich nog wel een idee. Oh shit. Ah, kut. Uh-oh. Brandweer. Help.
Ja. Dan gaat de wezenstrol. Echt, hoeveel stroom er ook aangesloten is tot die generator? Dat is behoorlijk veel. Dat is zeker ook die. Dat is ook kapot. Zo ja. Want zo te zien als ze met eentje gewoon werken dat het niet goed gaat. Zie ik maar weer. Ja, zullen we nog eens even de vertering denk ik leggen. Zo. Klik even voor de stroom even neerleggen. Zeg ik hem ook gewoon tot hier. Nou, deze die hoeft dan niet zo ver. Oh ja, daar is er weer een gevonden. Oké, top, daar komen weer gevangenen bij. God.
Dit gaat zo te zien nog wel eventjes duren, denk ik. 50 bouwvakkers vond ik eigenlijk wel genoeg, maar ik betwijfel het eigenlijk nu wel. Ja, wel goed dat ik een veilige omheining erop weer maak. Beetje laat misschien, maar hé. Zo. Oké, dan gaan we ook even weer een mooi gas aanleggen. Toppie. Misschien dat ik de volgende aflevering ook een beetje vloeren ga aanleggen in de gevangenis, zodat het toch wel iets mooier lijkt. Misschien wel een handig idee. Oh. Oké, hier moeten dan ook natuurlijk nog metaaldetectors komen. Gaat er gewoon naar jouw stroomgenerator. Oké, nu pak ik deze muur alvast in. Maar dan kan ik de clone tool gewoon gebruiken van de vorige cellen. Want dan maakt het dan niet veel minder. En als ik dat dan met die luxe cel van de snelle toets gebruik, dan krijg ik van die bakstenen muren. Dus ik kan beter dit gewoon doen.
Oké, de blauwdrukker die mogen we gewoon weer weg. Dat is allemaal niet meer nodig. Oké, dan moeten we even de patrouilles van de bewakers doen. Zoiets. Dat lijkt me wel verstandig om te hebben. Dat deze celblokken toch iets langer zijn. Dan krijgen ze daar 3, hier 2 en hier 1. Zodat het toch wel een beetje verdeeld is. Zodat heb ik ook wat meer hondenbewakers nodig. Laat ik die maar eens even aannemen. Hoeveel zou ik te doen? 60 of zo? Of ja, dat ik daar met 60 zit. Waarom niet? Die heb ik ze toch. Oh ja, dan moet ik er ook natuurlijk nog wel even hier wat laten lopen. Deze doe ik toch wel even apart. Maar heb ik er nog steeds niet genoeg. Dan neem ik er wel 70 aan. Zo. Begint het weer? Again? We hebben al 163 lijken. Kijk wat een file. Ik heb gewoon een grotere levering nodig. 24 bij 24. Haal ik deze weg. Wat dit gewoon exportgoederen. Even zien, waar staat die? Hier. En daar het afval. Oké, de laatste ding wat ik ga doen is deze deurservos eventjes anders aansluiten. Want, oké, die werkt wel, dat weet ik zeker. Over de rest, die doet het gewoon niet. Dus die moet ik eigenlijk gewoon eventjes anders neerzetten, denk ik toch. Zoiets misschien. Misschien dat dat beter is. Hopelijk. De servo.
Oké, de deurservo die moet dan anders staan. Dat is dus net zoals deze. Deze werkt wel. Hoe ik dat met deze ga doen, geen idee. Zet ik gewoon de deuren hier neer. Servo. En hier eentje. Hopelijk doet hij dit keer wel. Anders heb je er nog niks aan. Misschien moet ik het gewoon dubbel aansluiten. Misschien beter. Ja, nu doet hij het. Eindelijk. Holy Jesus. Huh? Vullen tot 500, maar waarom heb ik opeens zoveel gevangenen? Oké. Dat is apart. Heel apart. Behalve, ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.